We zijn in de Oosterlichtkerk en op dit moment hangt hier een tentoonstelling van kunstwerken door gemeenteleden. En ik ga een rondje met je maken langs de kunstwerken om er iets van te vertellen. Onze expositie, de tentoonstelling, heet Herschepping. En waarom hebben we het zo genoemd? Het is eigenlijk het vieren van het feest van de creativiteit. De schepping, de creatie. Je ziet het in alle kunstwerken terug. En wat een kunstenaar doet eigenlijk is met de schepper van alles mee creëren. Dit is creativiteit. En ik begin bij dit schilderij. Het is vooral een schilderij van kleur. Dit is een leeg landschap, zou je kunnen zeggen, wat ik erin zie. Maar misschien zie jij er wat anders in. Dat is een zee met avondrood. En maanlicht wat op het water weer kaatst. Een beetje licht in de lucht. Maar je mag er eigenlijk van maken wat je wil. Ik ga naar het volgende schilderij. Dit is een heel ander schilderij. Het is bijna kinderlijk. Je zou het in een prentenboek kunnen tegenkomen. Het gaat ook over kinderen. Children and the environment. Wild abstract. Dit vind ik ook zo mooi. Landschapje. Dit is onze blauwe wand. Maar ook hele kleine werkjes. Mosselschelpjes. Zeelandschap hier. Proefpijn uit zout. Lijkt ook hoe verschillend we naar landschap kunnen kijken. Eigen dat eigenlijk is, kijk, hier, dit is een quilt, allemaal lapjes stof gemaakt, er zit heel veel werk in. Een tuintje heet het. Dit schilderijtje, dat ontroert me ook. Prachtig. Een meisje in een landschap, in een prachtig groen grasveld en op de achtergrond donkere wolken. Dat is toch spannend. Het ijsje.
hoekje. Dit is de stilte ruimte in de kerk. En hier hebben we een paar werken bij elkaar. Een schilderij, het is een groep mensen en hier een icoon daarnaast. En het is zo prachtig, dat was echt een ontdekking dat we die naast elkaar hingen en dat die twee schilderijen met elkaar in gesprek gingen. Een Pinkster-icoon en een groepsportret zou je kunnen zeggen. Dat de kleuren zo terugkomen in het een en het andere schilderij. En hier is zo prachtig, twee handen. Dit is nog een quilt hier over al die kleine lapjes die aan elkaar gemaakt zijn, op kleuren gezocht. Prachtig. Dit is nog een manier om met een landschap om te gaan. Eigenlijk is dit landschap weer opnieuw opgebouwd, hè? Op basis van een foto misschien wel, van bovenaf en helemaal weer opgebouwd. Verven van alles erop. Dat is scherp. Wat je met kleuren kan doen. Hè? Met beweging. Als je goed kijkt naar dit schilderij, dan zie je eigenlijk nog de potloodstrepen erop staan. Het zoeken van de kunstenaar naar hoe moet dit? Hoe wil ik het? Dit was ook zo'n mooie ontdekking, hè? Dus dat je een kerk hebt, het is natuurlijk ook architectuur, dat is ook al scheppen. En dat we deze werkjes hier op de sokkels, hier in die nisjes neer hebben gezet en dat ineens opvalt hoe mooi het licht hier naar binnen valt in deze kerk. Hoe mooi de kunstwerken vallen. Dat was echt een leuke ontdekking, dat was een geschenk dat we kregen toen we aan het inrichten waren.